Dag, wij zijn er weer. Team Snippersnap, oftewel. Jeanette en Chris. In de maand juli zijn wij gekomen met de Geo Challenge van de maand. Maar nu komen wij met de Geo Challenge van de maand. September. Iedere maand komen wij met een nieuwe uitdaging. En het doel ervan is samen met geocaching bezig te zijn. Dus elkaar te stimuleren en te... inspireren. Precies. En het gaat hierom de Olympische gedachte, oftewel... meedoen is belangrijker dan winnen. Maar je maakt wel elke maand kans op een Team Snippersnap verrassingspakketje natuurlijk, hè? Ja, wat dat erin zit, dat weten wij ook nog niet. Dat bedenken we gewoon elke maand ter plekke. Dus vanaf nu komen wij iedere maand met een uitdaging. In de maand juli was de uitdaging dus om elke dag een geocache te gaan vinden. Nou, het is ons gelukt, maar het was best wel pittig. Vanaf nu is er iedere maand een uitdaging, maar niet elke keer dezelfde uitdaging. Voor de maand september 2022 hebben we dus een nieuwe uitdaging. Zoek en log een ammo-box. Ik heb er een gevonden. Dus het gaat echt om een munitiekist, hè? Je hebt ze ook wel wat kleiner en of wat smaller. Maar we willen een ammo-box, een munitiekist, zien. En maak daarvan een korte video. Dat mag met een camera, maar natuurlijk ook gewoon met je telefoon. We hebben wel een belangrijke voorwaarde als je met je telefoon filmt. Dus hou je telefoon dan niet zo, maar hou je telefoon overdwars. En dit keer, foto's stellen nu ook niet mee. We willen graag een video. Het filmpje mag je opsturen via WeTransfer naar info@teamsnippersnap.nl. Heb je dat nog nooit gedaan of kom je er niet uit? Mail even, dan helpen wij je erdoor. Belangrijk voor de September Challenge, stuur je inzending voor 25 september op. En dan komen wij eind september nog met een video uit met alle filmpjes van jullie. En natuurlijk ook voor onszelf. Ja, want we doen zelf natuurlijk ook mee. Want we moeten dat eind september nog even snel doen, want we gaan natuurlijk eind september naar Amerika. In die video hoor je dan ook gelijk wie het verrassingspakketje gewonnen heeft. We komen dan met een nieuwe challenge voor oktober. Die hoor je dan dus pas rond 2 oktober, want dan zitten wij in Amerika. En dan heb je nog de hele maand oktober om weer een video in te sturen. Ik heb er zin in, Chris. Ja, ik ook. En gezien de reacties heeft iedereen er zin in. We hopen dat er weer veel mensen met ons meedoen. Dus zoek een ammo-can. Je hoeft niet eens elke dag op pad. Het moet een gemakje zijn dit keer eigenlijk. Kom je er niet uit? Stuur ons een mailtje en dan helpen we je. Heel veel succes!